Dames en heren, mijn naam is René Treur. Ik sta hier op PES League Qualifier 1 voor de 2015 editie. Met twee jonge talenten. Kunnen jullie jezelf even voorstellen, jongens? Ik ben Davy. En ik speel nog niet zo lang PES. Ik denk een halfjaartje. Ja, ik ben Tom Bas, woon in Rotterdam. 19 jaar, maar ik heb geen PES. Dus ik doe gewoon mee voor het lol. En ik sta nu tweede in de pool. Zeer netjes. En jij komt ook uit Rotterdam? Ja. Kijk, maatjes, samen hier naartoe gekomen? Ja, ook. En, met de kampioen van vorig jaar. Kijk. Met Dominique van Belen, dus veel geoefend? Ja, veel geoefend. Ja, zeker. Dat helpt waarschijnlijk wel voor een stukje ervaring opdoen? Jawel. De eerste keer dat ik bij zo'n toernooi meedoe. En de resultaten tot nu toe, jongens? Ik heb 2-1 gewonnen van de kampioen van 2010-11-12. En ik verloor net fataal tegen Lino. Nou, ik heb de eerste wedstrijd met 6-1 gewonnen. Ik ken hem niet. En de tweede wedstrijd moest ik tegen Dominique. En toen verloor ik met 3-1. Helemaal niet onaardig. En wat brengt jullie ertoe om naar dit toernooi te komen? Is dat iets dat al vaker door jullie gedachten heeft gespeeld? Of? Nee, ik heb Dominique horen we veel verhalen van. En toen dachten we van, of ik heb veel PES door hem gespeeld eigenlijk. En toen heb ik het spel ook gewoon gekocht met een aanbieding. En nu ben ik het wat meer gaan spelen en dacht ik van, laat ik gewoon meegaan. Jij dacht, wat hij kan ik ook. Ja, wie weet hè. En jij al lang, of nee, jij hebt PES niet. Nee. Wel voorgaande delen gespeeld? Nou, ik heb hiervoor altijd FIFA gespeeld. Dus het is voor mij nieuw. Dus ik heb nooit PES gespeeld, alleen dan soms met hun. Dat we met z'n vieren gewoon een toernooitje gaan doen. Dan word ik altijd laatste, maar ik dacht, ik ga gewoon proberen. En kijken hoe ver ik kom in de pool. En in FIFA ook echt toernooien gespeeld? Offline? Op locatie? Of dat niet? Nee, ik heb nooit het toernooi met FIFA gedaan. We hebben altijd gewoon Divisie 1 gespeeld en zo. Dus in die zin, maar nooit echt offline toernooien. Dus in hoeverre spelen de zenuwen jullie part? Is dat iets waarvan je merkt dat het invloed heeft op je spel? Of? Nee, ik ben nooit zenuwachtig voor dit soort dingen. Ja, ik heb niks te verliezen, dus ik ook echt totaal niet. Kijk, en gaan we jullie vaker zien op dit soort toernooien? Als PES met een aanbieding komt weer, ja. Ik hoop het. Okay. Cool. Ik wens jullie heel veel succes en wellicht toch tot op het podium alles kan gebeuren. U hoort het, de jonge gamers die hebben er goede moed in. En ook al redelijke resultaten behaald. En we gaan nog eens even kijken wie we verder kunnen interviewen.